is de bedoeling vandaag? Om u kennis te laten maken met de producten Made in Genk. En daarom wil ik eigenlijk het gedeelte hier ook zo kort mogelijk houden. Ja, flitscamera's staan hier niet. Fantastisch, ik was hier nog nooit geweest, dus ik wist niet dat dat hier bestond, zo'n ruime testbaan. Dus het bord wat ik daar straks zei, minimum 160 per uur, is toch wel redelijk uniek. Dan gaan we dus op onze handlingbaan. Ja. Dus een baan die in het milieu van autoontwikkeling, ook bij andere merken, wereldberoemd is. Fantastische wagen. Daar gaat alles gewoon naar wens. Ja, u doet dat heel goed. Ik ben er echt slaapgevallen. Ja, ja, ja. Ik zou zeker nu met mijn chauffeur regelmatig zijn, als je wilt. Ja, en de politiek weet het nooit. Ja. Ik zou nu heel graag een rit aanbieden, maar dan niet als bestuurder, maar als bijrijder van een van mijn professionele piloten. Superpiloot zijn om met zo'n auto te vlot te rijden. Maar dit is wel vrij vlot, vind ik, ja. Je opent meestal. Ja. En hoe lang kom je er al? Dat is al op meer dan een paar weken. Ja. Of we zijn er dus. Ik denk dat het belangrijk is dat hier veilige, goede wagens worden geproduceerd. En ik heb dat nu zelf mogen ondervinden achter het stuur. En met de testpiloot, die dacht op een bepaald moment, die wagen die gaat de bocht niet houden. Maar dat is hier schitterend gelukt en ik ben zeer blij. Niet alleen met het feit dat deze wagens hier worden geproduceerd, maar ook nog een testbaan van deze omvang met mensen die die wagens testen. Het is een zeer aangename en positieve ervaring.